een heel leuk onderwerp, Natalia. Want deze zomer stond het helemaal bol over. Er was van alles te zien van Barbie. Ja. Ik ben een beetje in de stijl al. Ja, en Barbie is nog steeds te zien. Want het blijkt toch wel een succes te zijn. Dus de film draait nog steeds in de bioscopen. En dan moet ik al eerlijk bekennen, jij hebt hem gezien, hè? Ja. Ik ben, met mijn dochter heeft hem zover gekregen. Ja, ik ben geweest. Ja, ja, met je dochter ben je geweest. Ja, ja, ik moet dus nog steeds gaan. Ja. Ik weet niet of dat komt dat ik uit een mannenhuishouden kom, maar ik ben dus nog niet geweest. Zal wellicht meespelen. Dus zal waarschijnlijk meespelen. Ja. Maar ja, ik zie natuurlijk wel de plaatjes voorbij komen. En wat ik zo ontzettend leuk vind, voor een beetje de oplettende kijker, is Barbie heeft natuurlijk hele leuke pakjes aan. Ja. En voor wie ze een beetje herkent, ja, ze zijn van het merk Chanel. Mm-hmm. En dat zie je dus ook echt terugkomen in de film. Net zagen we ook een afbeelding van Claudia Schiffer. Die had daar een pakje aan van Chanel. Dat was toen nog nieuw, in 1995, was zij op de catwalk. Maar Barbie heeft dus dat pakje uit 1995 nu als een vintage Chanel item aan in de film. Ja. Ja, en die C'tjes, de logootjes, zie je eigenlijk overal terugkomen. Heel te terugkomen. Is dat ook wat het dan zo'n hit maakt? Of wat is het? Nou, het zit gewoon goed in elkaar. Het heeft natuurlijk ook te maken met een stukje nostalgie. Hè, denken aan vroeger. En nou ja, volgens mij heb je ook wel met de Barbies gespeeld. Ja, 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 ja. Bij mij trouwde Ken en Barbie volgens mij dagelijks. Scheiden was er in die tijd nog niet bij. Nee. Maar dat kan ik me ook voorstellen als ik nog even terugdenk aan de mooie pakjes van Barbie. En vooral de ring die Barbie iedere dag van Ken kreeg. Nou, die waren dus, toen besefte ik dat niet. Dat waren ook allemaal C'tjes, Chanelletjes. En nu in de film waren het echte Chanels. Dus ja, het zit er toch wel vroeg in dan, hè? Die modedingetjes. Ja. En Natalia, ik heb toch een vraag. Heeft Chanel dat nodig, zo'n publicatie? Chanel, het is niet dat Chanel het nodig heeft. Maar ja, Chanel is eigenlijk gevraagd. Barbie draagt Chanel. Kunnen jullie hier aan meewerken? En Chanel heeft een aantal items uit hun collectie daarvoor uitgeleend. Ja. Ja, mooi. Dus niet alles zit natuurlijk wel echt grote stylisten achter. Die alle kostuums eigenlijk ontwerpen. Maar er zitten vooral veel echt in deze film. Eigenlijk een pluim dat ze nog steeds aan de weg timmeren. Ja, echt. Ja, heel knap. Ja, het vernieuwt het modehuis ook, hè, op deze manier. Ja. Nog steeds hot. Nog steeds hot. Ja. En wat ook mooi maakt, vond ik in de film, dat het niet alleen maar de perfecte, hè, slanke, hè, Barbie is zoals we hem van oorsprong kennen, maar alle soorten en maten komen in de film voorbij. Ja.